Hey, welkom terug bij ons YouTube kanaal. Vandaag is de video over het elektraschema. Het is een weekje vertraagd, want ik had corona, dus kon hier niet naartoe. Maar hij is nu af. Het is altijd een spannend stuk elektra aanleggen. Maar alles werkt, dus ik ben mega enthousiast. Hi, wij zijn Bas en Bianca en we zijn alweer onze derde camper aan het bouwen. Deze Fiat Ducato moet maximale vrijheid gaan bieden. Dus daar hoort een uitgebreid elektrisch systeem bij. Veel kijkplezier en als je vragen hebt, stel ze gerust hieronder in de reacties. In een aantal vorige video's zag je al een stukje over de elektra. Zo heb je kunnen zien dat we de Fiat Ducato hebben voorzien van twee zonnepanelen van elk 150 watt. Die staan trouwens in serie. We hebben een CEE aansluiting, zodat we ook op balstroom kunnen staan. En we hebben de startaccu met de huishoudaccu's verbonden, zodat we ook tijdens het rijden kunnen opladen. Zo doorloop ik precies even alle kabels en waar ze naartoe gaan, hoe ik ze veilig aansluit. Want dat is natuurlijk heel belangrijk en ook af en toe waar ik mijn twijfels over heb gehad en hoe ik de oplossing heb gevonden. Als je nou je afvraagt hoe goed is deze jongen in elektra aanleggen, dit is mijn derde keer. En mijn bronnen zijn vooral Google en YouTube. Dus verder geen elektricien of wat dan ook. Dus als je deze video kijkt ter inspiratie, maak altijd even zelf wijze besluiten hierop. En als je twijfelt aan je eigen elektra schema, dan moet je hem altijd even laten controleren door iemand die er meer verstand van heeft. Oké, succes! Dit is ons energiebalans van bus Brutus, van onze vorige bus. En wat je dus dan doet is het aantal wattage van een apparaat delen door het voltage. Dan krijg je het ampère en dan keer de tijd. Voor onze Fiat Ducato verschilt deze energiebalans niet veel. Dus ik hou hem hetzelfde aan en komen we uit op 39,2 ampère verbruik van stroom per dag. Ronden we even af naar boven, naar 40. Nou ja, wij willen zo'n 3 à 4 dagen zonder enige vorm van laden vrij kunnen staan in het wild. En om die reden hebben we dus twee accu's van AGM van 140 ampère elk. Dan kom je op 280 totaal. Een AGM accu mag je 50 tot 70% opladen. Wil ik niet mezelf te krap rekenen. Dus houden we 50% aan. Mag ik dus 140 ampère verbruiken van die twee accu's. En dat levert dus eigenlijk zo'n 3,5 dag op zonder enige vorm van laden. Nou ja, nu heb je natuurlijk, als je ergens staat, altijd nog wel zon. Dus hij zal altijd nog wel wat bijladen. Dus je zit met, of wij zitten met 3 à 4 dagen dan helemaal top. Waarschijnlijk gaat dat dus ook gewoon nog langer zijn. In dit bankje, die ander is leeg. Het gaat een hele hoop informatie worden, dus ik ga proberen zo rustig mogelijk en zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Oké, laten we beginnen. Dit zijn dus die twee accu's waar ik het over had van AGM. Die staan in parallel geschakeld, zo zie je dat. Plus op plus en min op min. En het is verstandig om dan de plus van de ene accu te gebruiken en de min van de andere accu te gebruiken. Zo worden ze tegelijk ontladen. We laden dus deze twee AGM accu's op met de lader, wat ook een omvormer is. De zonnepaneel. En via de accu-scheider. Nou, laten we beginnen met het zonnepaneel. Twee zonnepanelen die laden dus op een goede zomerse dag ter hoogte van Parijs, had ik het berekend. Tussen de maanden mei en september laden ze 61 ampère uur per dag op. En zo hoorde je me net ook al zeggen in de video dat ons verbruik rond de 40 ampère per dag ligt. Dus zolang we gewoon een goede zon hebben, en dat is sowieso fijn, hoeven we ons dus ook niet zorgen te maken over het stroomverbruik. Want we wekken dan gewoon meer op dan dat we verbruiken. Dus dat is een heel fijn idee. Zo zie je hier de Victron Bluetooth MPPT lader.
Die geschikt is voor 300 watt. Volgens mij is die tot en met 400 watt kun je deze gebruiken. Daar zit een Victron calculator bij. Die zal ik even een link in de beschrijving zetten. Dan kan je ook dit zelf uitrekenen welke het beste past bij jou. Fijn is ook aan dit ding dat hij Bluetooth heeft. Dus ik kan hem verbinden met mijn telefoon. Kan ik zien hoeveel we aan het opwekken zijn en wat de status van de accu is. De PV, dat zijn de middelste twee hier. Ik hoop dat je het net aan een beetje kan zien. Dat zijn de middelste twee hier. Dat is de aansluiting vanuit de zonnepanelen. Die kabels lopen over zo'n lengte van 5 meter. En tot en met hier. En dan hebben we hier de batterij staan. En die twee, de plus en de min daarvan, die gaan naar de accu's. En die heb ik afgezekerd. Hier met een 25 ampère zekering, omdat deze dus maximaal 20 ampère kan laden. De kabeldikte die ik hier gebruikt heb is overal 4 mm kwadraat, oppervlakte is dat. En de load, dat is aangeraden vanuit Victron, dat is de meest rechter, die staat aangesloten op mijn massastrip hieronder, dit is de min. Je ziet hem hier ook lopen. Dat is deze. Die gaat gelijk op de min. En hij loopt ook op de plus. Die load. En die komt dus hieronder eruit. Die gaat eerst door deze hoofdschakelaar heen. Dan door de midi-zekering. En dan komt hij op het zekeringskastje uit. Van de plus. Dat is dus de werking van de zonnepanelen. En hoe het aangesloten is. Dan gaan we nu even de accu-scheider laten zien. Dus de startaccu verbinden met de camper-accu's. En dan beginnen we even voorin. Hier zie je dat we een accu-scheider hebben staan in de camper opladen. Tijdens het rijden video zie je waarom we voor deze hebben gekozen. De plus van die staat dus verbonden op de accu-scheider. En die verbindt dus alleen met de camper accu op het moment dat deze boven een bepaalde spanning komt. Boven de 13,8 is het volgens mij die drempel. Dan is heel handig, want dan kan de dynamo dus ook de camper accu's opladen. En hier onderin, je ziet het niet, maar daar heb ik deze, dat is deze kabel. Die heb ik afgezekerd met 100 ampère. Omdat mijn maximale ampère wat mijn dynamo levert 90 ampère is. Maar dat zou je even zelf moeten narekenen. Want ik hoorde ook iemand in de reacties zeggen dat dat veel lager afgezekerd zou moeten of kunnen worden. Maar goed, ik heb dit ook zo gedaan bij mijn andere bus. En vanuit Victron zeggen ze ook dat het zo moet. Dus ik hou het bij deze. Maar weet dat dit dus zo'n twijfelpuntje was van mij. Dus maak hier zelf je eigen wijze besluit over. Deze kabel die loopt dus hier onderlangs. Daar via de muur naar achter. Dat is zo'n 3,5 meter. En die komt hier eruit. En dan heb ik hem hier weer afgezekerd met 100 ampère midi-zekering. En die kabeldikte die is 25 mm oppervlakte. En die komt dan hier op de plus uit. En tijdens het rijden worden deze dus ook opgeladen. Oké, en de laatste manier dus hoe we onze camper accu's kunnen opladen is via walstroom. Dat heb je in de walstroom video gezien. Hoe we deze aansluiten, deze zekeringsautomaat. De CEE aansluiting hierachter. Daar loopt een nul, een fase en een aardedraad vanuit. En als je dus bij een camping staat of bij iemand thuis voor de deur. Dan kan je die CEE aansluiting erop zetten. Bij iemand thuis voor de deur heb je wel iets van een koppelstukje nodig. Die nul en die fase die komen hier op die zekeringsautomaat. Pak die dat. En die nul en die fase die loopt dan door naar deze stekker. De aardedraad vanuit de CEE aansluiting die loopt direct hierop. En dan gaat hier de stekker op van de lader. Ook een omvormer is. En die laat dan ook via deze kabels laat hij ook de camperaccu's op. Dus dat is de derde manier. Doordat we deze drie manieren hebben van het opladen van onze camperaccu's, zorgen we er gewoon voor dat we best wel veel vrijheid hebben om te gaan en staan waar we willen met de camper. Zo zijn we dus zo min mogelijk afhankelijk van
één van de drie manieren van opladen. Dus als je alleen de zonnepanelen hebt om op te laden, dan ben je natuurlijk afhankelijk van de zon. Als je alleen de CEE-aansluiting hebt, dan ben je natuurlijk afhankelijk van campings. En als je alleen de accuscheider en de dynamo gebruikt, dan ben je natuurlijk afhankelijk van het rijden. En daarom hebben we ze alle drie. En zo kunnen we dus zo lang mogelijk en zo vaak mogelijk en zorgeloos kamperen. Gaan we verder met Elektra. Het 12 volt systeem die staat dus aangesloten via de accu's en die loopt eerst door deze hoofdschakelaar die uit en nu gaat hij aan. Nu is die uit. Nou, zo kan je dus deze Elektra kast uitzetten en werken alle 12 volt apparaten niet meer. Deze verzekeringskast, dit is de plus en dit is de massastrip. Hier sluit je dus de plus op aan van bijvoorbeeld een LED-verlichting die op 12 volt is. Of je koelkast die op 12 volt is. Of nog iets anders wat je kan bedenken. Een USB-aansluiting wat op 12 volt is. En de min die gaat dus hierop. Met een zekering hier erin. En dan werkt dat. Je bepaalt de grootte van de zekering door het vermogen van het apparaat te delen door 12 volt. Want in mijn geval heb ik 12 volt. Als je deze in serie had geschakeld, dan heb je 24 volt. Dat is hoe je dat berekent. De optelsom van al deze is ook de grootte van je MIDI-zekering hier. Of in ieder geval, dat is hoe wij het hebben gedaan. Daarnaast heb ik vanaf de massastrip heb ik een aardedraad lopen. Daar loopt de aardedraad. Dat is die geel-groene. Die loopt naar achter. En die komt dan hierop uit. Framework van de bus. Dit stukje heb ik hier een klein beetje opgeschuurd. En toen pas de bout er tegenaan gezet. Zodat hij een kale oppervlakte heeft. En een goede verbinding maakt. En als laatste hebben we dus ook een omvormer. En die omvormer die maakt van 12 volt maakt hij 230 volt. Een omvormer is dus wel ook wat minder efficiënt. Omdat hij dus van 12 volt 230 maakt. En hij verbruikt zelf ook wat stroom. Het is wel heel handig, vinden wij, om 230 volt in de bus te hebben. Want zo kunnen we onze laptops makkelijk opladen. En andere apparaten die een hogere spanning nodig hebben dan 12 volt. Maar hou er rekening mee dat zo'n omvormer dus ook stroom verbruikt. En dat je eigenlijk zoveel mogelijk apparaten op je 12 volt systeem zet. Want dat is gewoon efficiënter. Dit is dus onze omvormer. En dat is een... kijk als ik hem omdraai. Is een 1500 watt omvormer. Met een continu vermogen van 1500 en een piekvermogen van 3000. Die heb ik dus aangesloten hier op de plus direct op de accu. En hier de min daar zo achterin op de minpol van de andere accu. De kabeldikte hiervan is 10 mm elk. Dus in totaal 20. Die heb ik niet afgezekerd. Omdat hierin zitten ook zekeringen. En dat vond ik dan nogal dubbel om deze allebei te doen. De omvormer heeft dan aan de andere kant een stekker. Hier zou je direct een stekker in kunnen doen. Om bijvoorbeeld je laptop op te laden of wat dan ook. Wat ik eigenlijk doe is hem verlengen via dit centraal doosje. Daar heb ik gewoon een gat in geboord aan de achterkant. En dan maak ik meerdere stopcontacten. Hier zo komt er een op uit. Hier komt een stopcontact op. Dit is een 1,5 mm dikte driepolige kabel. En dan komt er dus hier een stopcontact. En aan de andere kant, bij de keuken, komt er ook een stopcontact. En misschien dat ik er daar ook nog eentje bouw. En Bianca is nu lekker bezig met de keuken. Hoi. Yes. Het mooie aan deze omvormerlader is dus ook dat op het moment dat je op walstroom staat... Dus op het moment dat hij de accu aan het opladen is, dan heeft hij een omschakelautomaat erin zitten. En dan zorgt hij ervoor dat de 230 volt die je krijgt vanuit de walstroom direct wordt omgezet naar het stopcontact. Dus er zijn al je stopcontacten aangesloten op de walstroom. Dan loopt dat niet via de omvormer en via de accu's eerst. Zo worden de accu's beschermd en is dat een efficiëntere manier van stroomverbruik. Daarbij is de omvormer ook nog apart geaard.
aan het metaalwerk van de bus. Ik wil nog even snel doorlopen welke kabeldiktes ik overal heb gebruikt. En welke zekeringen. Dat is natuurlijk wel voor jou anders dan voor mij. Want dat hangt af van het aantal meters wat je gebruikt. En de hoeveelheid stroom er die doorheen loopt. Ik zal de berekening hier ook onder in een link zetten in de beschrijving. Dan kan je hem zelf ook even uitrekenen. Dus van de zonnepanelen heb ik allemaal 4 mm dikte gebruikt. Van de omvormer lader 2 keer 10. Dus 10. 10, dus 20 totaal. En vanaf de minpool is dat hetzelfde. Van de pluspool naar de hoofdschakelaar en dan naar de middenzekering, naar de zekeringskast. 10 mm. Vanaf de pluspool parallel geschakeld aan de andere accu, ook 10 mm. Vanaf de pluspool naar de startaccu, 25 mm. En dat geldt allemaal hetzelfde ook voor de minpool. Dus 10 mm naar de massastrip. 4 mm vanaf de zonnepaneellaadregelaar naar de minpool. En ook tussen beide minpolen 10 mm. Nu heb ik voor de midi-zekering hier 50 ampère gebruikt. Dat is het totaal van al deze apparaten die nu nog niet aangesloten zijn. En een van mijn twijfelpunten is dus deze 100 ampère midi-zekering. En natuurlijk dan aan de andere kant. En dat is de midi-zekering van de accu-scheider. Ik heb dat wel gedaan zoals Victron dat heeft voorgesteld. Maar ik heb in de reactie van iemand gekregen dat die zei van dat veel lager kan. Dus dat is een van mijn twijfelpunten. Verder ben ik wel van overtuigd dat het gewoon helemaal goed en veilig is aangesloten. Ik heb bijna alle kabels gesoldeerd en of goed aangesloten met kabelschoenen. Dus het zit stevig en dus ook veilig. En allemaal afgezekerd, dat is ook belangrijk. Hopelijk heb je wat aan deze video gehad. Het was dit keer geen fancy timelapses of andere mooie beelden. Want ja, het was gewoon puur rauwe informatie over de Elektra. Meer kan ik er ook niet van maken. Let trouwens niet te veel op mijn werkplaats van de Elektra. Dat is het bed. Als je de video leuk vond en je bent nog niet geabonneerd, je kunt jezelf abonneren en dan zie je veel meer video's zoals deze. In de volgende video ga ik de camperkeuken maken. En dan zie je ook precies hoe ik dat heb gedaan. Dat worden denk ik dan wel wat mooiere beelden en mooie timelapses. Verder zou een thumbs up ook gewaardeerd worden. Dan weten we dat we goed bezig zijn en dat je het leuk vond. Als het nou allemaal nog iets te snel ging of ik heb stukken niet goed verteld, stel een vraag hieronder in de comments of ga naar een link ook hier in de beschrijving. En daarin staat een artikel over ons Elektra schema. Dan kan je alles even rustig teruglezen. En dan zie ik je bij de volgende video. Ciao!